Het was nog een heel klusje, maar uiteindelijk lukte het de politie een dronken bestuurder op de A15 tot stilstand te brengen. De bestuurder viel op omdat hij nogal slingerde over de weg. Een eerste poging om de man te laten stoppen die leverde niets op, want hij negeerde het stopteken van de motoragent. Op de afslag Badenoijen lukte het wel om de man staande te houden. Bij de blaastest bleek de man viermaal maal de maximale hoeveelheid te hebben overschreden. De man is zijn rijbewijs kwijt en moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.